Groningen, dan denk je bij jezelf, misschien moet ik gewoon niet te veel vragen stellen. En vandaag de dag is zo'n dag. Ik kreeg namelijk een mailtje van Brian van BMW met de vraag: Sam, heb je zin om mee te doen aan ons evenement genaamd Sideways Sensation? Ik weet niet wat we gaan doen, maar het klinkt goed. En dat gaan we vandaag laten zien. En later vandaag gaan we nog op wat met de mogelijke vervanger van mijn BMW M2. Dat is aan het einde van de video. Maar we beginnen de dag even hier met de nieuwe BMW M4 CS. Hier gaan we binnenkort een hele video over maken. Waar we zagen hem staan in precies de spec zoals die zou moeten zijn. En het mooie hiervan is, ik mag hem dus binnenkort rijden. 21 november op mijn verjaardag. Dus rond die tijd komt er een video met deze nieuwe auto. Maar check eventjes hoe onwijs gaaf deze nieuwe M4 CS is geworden. We zijn er dus vandaag op verschillende onderdelen met zowel volledig elektrisch, hybride als dus in dit geval een M-model. Om te kijken hoe leuk is het nou gewoon in de basis om een BMW te mogen rijden. En dat gaan we dus op drie verschillende onderdelen doen. We bevinden ons momenteel in de BMW M2. En ik denk eigenlijk dat we meteen het meest lastige onderdeel gaan doen, namelijk de driftcirkel. Dat ziet er altijd heel makkelijk uit. Maar het is dus een gekoten ondergrond met dus in dit geval bijna 500 pk. Dus dat is een interessante combinatie. Ja, normaal gesproken kom je natuurlijk gewoon ergens aan, bam, ding in en helemaal om. Maar hier kom je natuurlijk eigenlijk heel erg rustig. En is het gewoon een kwestie van glijden, grip, glijden, grip, glijden, grip. Is dat echt wel lastig? Je lijkt wel een amateur, man! Je lijkt wel een amateur! Hij gaat twee keer perfect, hè? Perfect! En jij ook heel Nou, dan staan we dan weer bij het volgende obstakel. En nee, ik heb nogmaals niet echt een idee dat er een soort van heel duidelijk plan is van wat gaan we nou doen? Volgens mij is dit gewoon een dag in het leven geroepen van we gaan gewoon wat leuks doen met mooie en verschillende BMW's. Die cirkel was cool, hij was lastig, maar het is mega glad nogmaals. En nu dus door naar de volgende en daar staat zo meteen een M4 CS. Ik vind dit zo cool, jongens. Niet normaal. Ik vind de spec van deze auto top. Hij klinkt beter dus dan een M3 M4. Het is echt om te zien. Ik denk niet dat het veel dikker wordt dat dit in BMW gaat, maar. En we gaan dus een slalom doen. We hebben nog geen ronde gereden, dus die ga ik ook gewoon laten zien. We doen gewoon een normaal rondje. En we doen een niet zo normaal rondje. Oh, portier open. Dat is ook lastig. Daar zijn we. Hoppakee. Jezus, wat een dikke hoek de partij is. Niet normaal. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Kikken, het gevoel van deze auto, die stoelen, het stuur, natuurlijk nieuw stuur. Later komt er een hele video over, dus dat wil je natuurlijk niet missen. God, één rondje, 3 meter en ik ben helemaal hyped van dit apparaat. Jezus! Je weet wel dat ging per ongeluk, hè? Ja. Dat ging per ongeluk. Die koppeling is wel vervelend in deze auto. Lastig, hè? Ja, het is veel beter. Wel echt een lekkere auto om dat mee te doen. Niet normaal. Het is niet normaal hoe vanaf de eerste meter heb ik gewoon het gevoel van oh, dat kan niet inderdaad. Ja, ja. En hoe doseerbaar die inderdaad gewoon, oh, daar komt die, hoppakee. Ja, dat zit er echt aan. Dus goed, man. Als je niet mee kan driften, dan kan je het gewoon niet. Nee, ja. En zo zit deze dag er alweer op, tenminste voor de helft. Want zoals ik in het begin van de video zei, we gaan iets bijzonders doen. De BMW M2 gaat binnenkort de verkoop in, zoals jullie wellicht al op Instagram hebben gezien. We hebben hier een waanzinnige dag gehad. Maar er moet natuurlijk een soort van vervanger komen voor de BMW M2. En ook na zo'n dag, dan denk ik weer van ja, ik kan wel weer naar wat anders op zoek gaan. Maar er is één merk wat waarschijnlijk de einduitslag gaat worden. En dat is gewoon weer een BMW M. De M4 heeft nog steeds een speciaal plekje in mijn hart. Nou, en Constantijn, die kennen jullie natuurlijk, die heeft een hele dikke BMW M3 staan. Hij heeft misschien wat meer kilometers dan gepland.
Maar de spec is echt top. Dus we gaan naar Aalsmeer, we gaan naar Shift-Up en dan gaan we rijden met een BMW M3 F80. Nou, we zijn aangekomen in het oh zo mooie Aalsmeer, waar de vliegtuigen altijd overgaan. Het is echt ongelooflijk. Altijd als ik in Aalsmeer ben, de vliegtuigen over en over. Oh jee, is het weer zover? Meteen onder het doek. Het is ook altijd hetzelfde. Meteen afleveren. Kunnen we meteen meenemen? Alles goed? Zeker, met jou ook. Goed, jongen. Dit blijft wel een dingetje, hè? Waardig opvolger voor je M2 en M4. Oh, het zou het moeten zijn, hè? En ik zie hier iets aan de achterkant. Ja, een waardig opvolger, hè? Ja. Kikken, man. Doe ik hem maar gelijk aftrekken. Ja, laten we dat gewoon doen, hè? Dit is goed, hè, deze kleur. Dat is niet gewrapt, hè? Jee, dit is cool. En deze motorkap is niet helemaal origineel, hè? Is het echt een CS motorkap dit? Ja. Zo! CS motorkap van Carbon. Dit is zo dik hoor. Goed hè? Jeetje, wat een ding. Kijk. Wauw. Motorschild heb ik helemaal meegenomen. Wauw. Dit is vet hè? Nou, dit is echt een one of a kind. Ja. Hoe heb je dit nou weer gevonden? Mooi hè? Hoe heb je dit nou weer gevonden? Ja, hij is ingehaald bij een dealer en wel op een ander merk, dus niet op een BMW en zo is hij daar weer. En niet iedereen kan het goed doen, hè? Zeg maar dan maar. Moet je eens kijken. Oh, dit is cool, hè? Zo'n schoenenaccent hier ook. Ja, stiksels, het is helemaal BMW. Zo, dit is vet, hè? Dus kijk eens. De buitenkleur. Hij is nieuw van binnen bijna, hè? Gaaf, hè? Wauw. Buitenkleur Signal Green, individual kleur. Helemaal op klantenverzoek besteld en dus ook al die groene stiksels in het interieur. Maar deze auto is van de eerste eigenaar dan, of? De eerste eigenaar was een Duitse en de tweede eigenaar een Nederlander en die heeft er denk ik bijna 5 jaar mee rondgereden. Tje, is een ding hè. En dit is cool man. Ja, en performance uitlaat natuurlijk. Een must. Een must en voor must. Jou. 100%. Ja. En voor de buurt. Hè? Ongeveer. Jezus, een ding. Ik zag al voorbij komen en ik dacht ja, dit moet toch gewoon eventjes van dichtbij bekijken. En ik wist niet dat hij zo goed zou klinken als dus de andere BMW M4. En ik vind het stiekem ook wel leuk om dus deze auto te vergelijken met dus de M4-6 die we net hebben gereden. Want zeg nou zelf, het zag er inderdaad, het allereerste rondje wat ik dus liet zien, zag er relatief makkelijk uit. Hoe makkelijk en hoe controleerbaar die auto dwars gaat, dat is echt wel heel erg bijzonder aan de nieuwe generatie BMW G80, G82, je hebt natuurlijk de F80 en M3, F82 dat is de 4 en dus ook G80 en G82 voor de M3 en M4, nieuwe generatie. Maar dit is een auto met een iets scherper randje, zeg maar, want dit heeft 450 pk en 550 Nm aan koppel voor de competitions. Dat is significant minder dan de nieuwe 510 voor de non-CS, gewoon de competition variant. Maar deze auto is wel wat scherper, zeg maar. Niet normaal. Jongens, dit is... Ik snap het ook gewoon niet, want nee, de F-serie is echt geen betere auto dan de nieuwe generatie BMW M3 en M4. Deze auto is echt wel een stuk lastiger om mee te rijden, zeg maar. Maar daarentegen is het gewoon ja, van binnen, je hebt gewoon echt het idee van ik ben op zoek met iets, op pad met iets echt bijzonders, iets wat spannend is ofzo. En de eerste meters die ik met de nieuwe BMW M3 en M4 reed op het circuit, dacht ik al van, oh, ik zette niet meteen tractiecontrole uit in mijn eigen BMW M4 toen ik daar de eerste week in reed. Dan snap ik ook dat ik nu meer auto's heb gereden, dat ik sindsdien mijn racelicentie en dat soort dingen allemaal heb mogen halen. Maar die auto is gewoon niet te vergelijken. En die snerp van deze, dit motorblok. Super!
super dik. En ik ben eigenlijk nooit in de markt geweest voor een BMW M3. Maar op de een of andere manier de laatste tijd denk ik van, die brede heupen aan de achterkant, ja, dat heeft het toch stiekem wel. En met die vleugel, ik had nooit verwacht dat een M3 met een vleugel dat dik zou zijn. Maar het is wel redelijk dik als je het mij vraagt. Ik ben sowieso benieuwd, zou jij een M3 nemen met of zonder vleugel? Jullie weten, ik hou van een vleugel. En dan weer niet op de nieuwe BMW M2, want dan wordt het weer net een Supra. Maar op deze auto, ik denk dat dit waanzinnig staat. En ik kijk in mijn binnenspiegel, want dan zie je hem natuurlijk ook. Het is een soort van strijkplank met van die M-performance happen aan de zijkant. Het is spannend, het is spectaculair. Het is niet dat je denkt van, oh, ik rijd er even makkelijk mee of zo. Ik doe hier met omschakelen. Dat hij even een klein stapje zet. Dat je denkt van, oh ja, dat deed deze generatie. Dat is gewoon bijzonder. En hij heeft inderdaad meer kilometers dus dan dat ik in eerste instantie voor ogen zou hebben voor een nieuwe BMW M3 eventueel. En het is echt wel niet dat we in een stadium zijn dat we dus al een nieuwe auto gaan uitzoeken hoor. Maar als ik in de markt zou zijn en ik zou nu de knoop moeten doorhakken, dan denk ik zelfs, gezien ook hoe die auto er van binnen uitziet, dat ik dit misschien bijna voor lief zou nemen. Want ik denk dat er weinig mooiere M3's en M4's zijn momenteel dan deze. Dit is wat mij betreft de samenstelling. En ik heb hier een mooie tunnel. Ik ga hier even stilstaan. Ja. Ja. Ja, en de kleur op deze BMW M3 Compact is een Signal Green. Een waanzinnige kleur. Een originele BMW M3 CS motorkap die dus volledig carbon fiber is. Maar nu natuurlijk ook in een waanzinnige kleur groen. Alle BMW en performance opties in het carbon. We hebben een beetje de mat titanium donkere wielen. Van een Competition natuurlijk. Niet de normale M3 wielen, maar de Competition set. Super dik. Het enige wat ik dus heb op deze auto is dat ze stalen remmen hebben. Ten opzichte van keramisch wat mijn vorige BMW M4 had. Hij heeft niet de carbon fiber spiegelkappen, wel carbon sideskirt. Carbon dak natuurlijk, dat is geen optie. Dat is standaard, moet je wel hebben. En daarnaast een andere vleugel. En deze andere vleugel die kan je dus niet verstellen. Deze loopt mooi in lijn met de kofferklep van deze auto. En ik denk ook dat de andere vleugel die op mijn BMW M4 zat, niet zo mooi zou zijn op deze BMW M3. Maar deze M-performance variant, ja jongens, dit is het toch wel, hè? Hier staat hier dan nog heel even geparkeerd de BMW M3 Competition, wat in mijn ogen de allermooiste M3 is die momenteel te koop is. Hij heeft 80.000 kilometer. In eerste instantie ben ik op zoek naar een BMW M3 of M4 met om en nabij 50.000, 60.000 kilometer. Dus deze is iets aan de hoge kant. Maar daarnaast de spec op deze auto is wel gewoon weer 10 uit 10. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat zouden jullie doen? De auto staat dus te koop bij ShiftUp in Aalsmeer, waar ik al heel veel van mee heb mogen filmen. Constantijn hebben we dit thuis gelaten. Maar ik vind deze auto echt super dik. Laat mij weten wat jullie ervan vinden, wat jullie vinden dat ik moet doen. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!